Kijk, er komen dingen voorbij. En als dingen voorbij komen, ja, dan hebben ze ook weerstand. En we gaan eens kijken of we dat kunnen berekenen. En we gaan eens wat rekenen. Een weerdruppel is een aparte berekening. We gaan nu eens kijken naar voorwerpen. Bijvoorbeeld een vliegtuig. Kijk, laten we beginnen met iets simpels. Met een bal. En gewoon een ronde bal. Diameter ongeveer 20 centimeter. Want dat rekent makkelijk. En die schoppen we de lucht in. Nou, met zo'n 10 meter per seconde. Laten we eens kijken wat voor weerstand zo'n bal heeft. Denk er eens over na. Zet hem eventueel stil. Hoe zou je dat aanpakken? Kijk, we gaan eens kijken. Ten eerste moeten we natuurlijk het oppervlak van die bal berekenen. Want daar heeft het mee te maken. Het contactoppervlak is het oppervlak zoals je hem ziet. Dus we gaan niet het volume van de bal berekenen, maar het oppervlak. Oppervlak is pi r kwadraat. En de diameter is 20 centimeter. Dus de straal wordt 10 centimeter, dat is 0,1 meter. Dus die straal in het kwadraat. Nou, 0,1 in het kwadraat is een tiende in het kwadraat, is een honderdste. Een honderdste keer pi, 0,0314. En je kunt het ook in je rekenmachine doen. Dus we hebben het oppervlak. De CD-waarde van die vliegende bal, die kunnen we opzoeken in deze tabel. Die is ongeveer 0,2. De snelheid van die bal, die hebben we geschreven als 10 meter per seconde. En de dichtheid, ja, laten we de lucht nemen. We staan op de aarde, op zeeniveau. En die moeten we ondertussen een beetje als hoofd weten. Die is 1,225. Hier staat die. Dus een half keer 1,225 keer de snelheid in het kwadraat, keer de weerstandscoëfficiënt, keer het oppervlak. Nou, als we dat uitrekenen, dan komen we op zich heel weinig weerstand. Hè? 0,38 newton. Dat is niet zoveel. Een auto daarentegen heeft wat meer weerstand. We rijden rustig aan. We nemen dezelfde formule. We gaan alleen nu kijken op 80 meter per seconde en een iets groter oppervlak. Maar in plaats van een bal heeft een auto ook een andere CD-waarde. Laten we het invullen. Een half keer de dichtheid op zeeniveau keer, oh ja, meter per seconde. Geen kilometer per uur, maar meter per seconde. Dus we delen het door 3,6. Die in het kwadraat keer de CD-waarde van 0,33 en keer het oppervlak van 2,4 vierkante meter. Rekenmachine erbij. Kijk eventueel in de clip hoe dat moet. Je komt op 240 newton. Wat gebeurt er nou als we harder gaan rijden? Laten we zeggen op de snelweg 120. Hier, 120 kilometer per uur, iets sneller. Hoe zit het dan met weerstand? We hebben meer brandstof verbruikt, zegt iedereen. Nou, in principe in een evenwichtssituatie moet je net zoveel brandstof leveren als dat je totale weerstand hebt, hè? Dat is onder andere de luchtweerstand. Je hebt ook nog rolweerstand en alles, maar laten we eens kijken naar de luchtweerstand. We doen een half keer de dichtheid. Nu 120 gedeeld door 3,6 in de kwadraat. Keer 0,33 en keer 2,4. Het meeste is hetzelfde gebleven, alleen die snelheid. En we zitten hierop, wat is het? Het dubbele hiervan zou 200, 480 zijn. Dus we zitten zelfs boven het dubbele. Dus ik ga nog niet eens twee keer zo hard, maar we zitten wel op twee keer zoveel weerstand. Is dat logisch? Oh, iets te snel. Ja, kijk, als je gaat kijken wat de verhouding is, en je rijdt dus 120 van de 80 en je rijdt anderhalf keer zo snel, dan moet je je voorstellen. Dan heb je dus ook anderhalf kwadraat, zeg maar, keer zoveel weerstand. Want als deze factor toeneemt met anderhalf, dan neemt de factor weerstand met anderhalf in het kwadraat keer toe. Nou, anderhalf in het kwadraat is 2,25. Dus veel minder. Oh, wat staat hier nou? Veel minder brandstof. Veel meer brandstof natuurlijk. Nou ja, dat snappen we wel, hè? Nemen we nu de weerstand van een vliegtuig, dan hebben we ineens geen oppervlak A meer, maar dan gaan we kijken naar het vleugeloppervlak S. Hè, want we hebben ontdekt bij de vorige clips dat vooral de shear stress, hè, dus de wrijvingsstress, belangrijker is dan het frontale oppervlak. Dus we moeten gaan kijken naar dat vleugeloppervlak. En op die manier kunnen we ook altijd een combinatie maken of een bruggetje maken naar de lift die het vleugeloppervlak levert. Dus men heeft besloten die weerstand altijd met deze S te berekenen. Nou, dat vleugeloppervlak is in dit geval 224 meter in het kwadraat.
De snelheid is natuurlijk niet 80 km per uur, maar meter per seconde. En laten we eens kijken wat we invullen. Laten we voor de weerstand van de CD-waarde nou voor het hele vliegtuig een waarde van 0,4 nemen. Die zien we, 0,4. 80 meter per seconde, vleugeloppervlak. En dan een dichtheid niet op zeeniveau, maar gewoon een stuk hoger. Gewoon een waarde genomen. En dan kunnen we het uitrekenen. En dan zitten we toch al snel op 160 kilonewton. Dus waar we net nog over een paar honderd newton weerstand hadden, hebben we nu toch al over een flinke hoeveelheid weerstand. Nou, wat moeten we doen? Deze weerstand moeten we overbruggen met onze motoren. En dus we zullen ook in het ideale systeem bij een horizontale evenwichtsvlucht een thrust moeten gaan leveren van 160 kilonewton. Je hebt nu geleerd hoe je kunt rekenen met een voorwerp in een luchtstroom. Nou, op zich niet zo eenvoudig. Denk gewoon het invullen van een formule.